Welkom bij deze nieuwe mukbang. Ik ben weer met de iconic Max en Thomas. Ja. We're back. We're back again. Vorige video was een succes. Ja. Ik heb echt de bal uit mijn broek gelachen. Ik ook. Om mezelf en om jullie. Ja. Oh, moeten we live? Ja. Oké. Okay. Ja, ja. Ja. Thomas gaat ook live op TikTok. Dan kunnen we ondertussen vragen beantwoorden die jullie gewoon live stellen. We hebben lekker sushi van Mr. Sushi. Het ziet er zo lekker uit. Super lekker. Oh my god. Normaal. Thanks Mr. Sushi. We love you guys. Vorige keer ook. En nou, het is zo lekker. Zeg niet meer. Wat hebben we allemaal? Ik weet het niet eens. Het is garnaal, zalm. Daar hebben we ook nog allemaal rollen. We hebben lekker. Ook op sojasaus, sweet chili, huppeldepup mayo. Mooie stokjes. We hebben dus hele leuke branded stokjes van Baumau. Oh, moet je even een thumbnail doen zo? Oh ja, oh ja. Oh, ja. Vertel even wat Baumau. Nou, Baumau is ons merk. Dit wordt een servieslijn. Dit is dus onze doosjes. En hier komen dus stokjes in. Dat hebben we helemaal mooi laten ontwerpen. Maar echt super leuk. Van bamboe. Heel durable. Het voelt sustainable. Ook echt geweldig. Ja, het voelt echt. De grip is ook echt top. En ook goed voor een afwasmachine zeker. Ja, moet ze wel zeg maar zo doen. Anders schiet ze door dat bakje heen. Ja. Maar vaten zijn bestendig. Ja, so let's start eating. Nou jongens, nu verkrijgbaar. Link hier in de onderin. Bouw-maal.com. Wat vond je van Joost en disqualificatie? Ja, laten we... Ja. Eurosong Festival. Dat was me allemaal wat. Dat was me echt allemaal wat. Ja, ik vond het heftig. Ik vond het zo erg. Ik ook. Ik was ook op familieweekend en niemand uit mijn familie kijkt dit. Maar het was echt het gespreksonderwerp van het weekend. Maar ik denk echt bij iedereen dit weekend. Oh. Sorry, Joost heeft ook echt 800.000 volgers op Instagram. Niet normaal. Maar... Dus zo erg gewoon dat hij niet heeft mogen optreden. Hij heeft gewoon, we stonden gewoon in de finale en we mochten gewoon niet meedoen. Ja, echt heel erg. We hadden echt kans om te winnen hoor. Ja. Echt. Wat is dit? Is het met beef? Ja, heel lekker is die. Dat is deze ook. Wow. Met garnaal erin. Kijk eens hoe lekker. Oh nee, die is dan net anders. Ja, lekker joh. Nee, ik vind het wel goed dat Nicky geen punten heeft uitgedeeld. Ja, ik ook. Maar ik dacht, ja, dat gaan we natuurlijk even niet doen. Ik vind het gewoon heel krom allemaal. Ja. Het zijn gewoon zulke politieke spelletjes dat er gespeeld worden. Ja. En dat is gewoon... Het gaat ook heel erg veranderen denk ik nu hoor. Want ze staan heel slecht. Er is ook aangifte tegen hun gedaan en zo. Of een rechtszaak, weet ik. Ja. Het is echt nog nooit gebeurd dat iemand gediscrimineerd is, toch? Nog nooit. Deze jaar was gewoon hele heisa. Gewoon, het ging helemaal fout. Ja. Er werd ook echt de hele tijd gejoeld. Ja. Ja, en dan gingen ze dat eruit filteren. Ja, dat heb ik gezien op TikTok, ja. Gewoon alleen niet maar boe. Ik was zeg maar die finale kijken met mijn moeder. En mijn moeder keek op een livestream van iemand die in de zaal zat. Mm-hmm. En het was gewoon echt... TV hoorde je gewoon gejuich. Dat is gewoon totaal andere af. Ja. Het was zo raar. Wat bizar. Ik denk ook van hoe triest wij dan eigenlijk dat ze dat niet editen. Ja. Gewoon, maar besef gewoon eigenlijk hoe fake überhaupt de wereld is. Want waarschijnlijk wordt het met zoveel meer gedaan. Ja, ze hebben gewoon altijd anti-booing technologie. Ja. Ja, het is echt bizar. Oh, dit is zo lekker. Ja, ik ben echt aan het genieten. Het is heel lekker allemaal. Holy. Lekker vers. Holy guacamole. Dat is echt nodig. Ik ook. Ik lag in sushi op echt al 2 weken. Ja, ik... Nou, ik vind dat lang. Ja, ik vind dat ook lang hoor. Laatste keer was het toen bij jou. Ja, volgens mij... Dat was letterlijk 8 dagen geleden. 2 weken of dan. 2 weken geleden. Nee, want vorige week... Het was die week na... Die dag na Koningsdag hebben we voor het laatste sushi op. Oh, lekker. Toen ik nog steeds brak was. Ja, hoe was jouw Koningsdag? Ja, fucking leuk. Maar ik heb jou niet gezien. Nee, ik was 4 maart in Breda. Oh leuk. Het was fucking leuk, maar ik was echt Nou, ik was eigenlijk de hele week gewoon er vanaf. Ja. Ik had zo'n kater, jongen. Ik was echt... Maar dat is ook echt die week en daarna helemaal gelijk verbond. Ja. Ik had echt nu even een detox. Ja, jij was na verbond echt helemaal... Ik echt pas donderdag was ik pas weer levend. Zo. Ik heb hem gewoon niet gezien. Ja, nu in het begin, maar ik had dikke blinde paniek gewoon... Ik heb sowieso echt niemand gezien met verbond. Nee? Maar ik had ook echt veel te veel gedronken. Ja. Ik ook. Ja, ik vind me naar verbond echt top. Maar het komt omdat ik die week ervoor gewoon zo ziek was. Ik dacht, kijk, ik moet een beetje beschadigen. Ja, dan kan je er gewoon weer helemaal tegenaan. Ja, ja echt zo. Worden er nog wel leuke vragen gesteld? Waar hou je al je skincare en make-up? Nou, Sarah, vertel eens. Look Fantastic. Alles halen we op Look Fantastic. Ja, ik hou van Look Fantastic. Ik deed gewoon alles. Ze hebben altijd kortingen en... Ze hebben echt alles. Niet normaal. Ja, ze hebben ook parfum nu. Dat hadden ze toch al? Echt? Oh. Ja, ze hadden wel, maar nu hebben ze wel meerdere merken, heb ik het gevoel. Ze hebben sowieso, spelen ze echt goed in op de trends en zo. Gewoon. Ja. Ja, en ze hebben echt, ze hebben nu ook die Sol de Janeiro set, hè, met die 5 minis. Ja! Die ga ik zo bestellen. Heel leuk. 5 minis? Ja, en heb ja, je... Ja, al die geuren in het mini. Al die geurtjes van Sol de Janeiro, die is echt super chill, denk ik. Maar goed. Oh, zo lekker, man. Oh, maar goed. Jij bent echt aan het genieten. Ik kijk hier ook echt al de hele dag naar uit. Ja, erg, hè? Och. Ik vind het ook leuk om jullie even te zien.
Ja, ik ook. Ja, maar deze is ook echt lang geleden gepland. Ja. Het was echt een verrassing. Ik keek laatst in mijn agenda. Ja, dacht, oh my god. Ja, ik dacht van het weekend. Oh, wat ga ik volgende week allemaal doen? Ik dacht, oh ja, yeah, lekker sushi. Ik was het ook vergeten, want ik zei nog tegen jou van wat zou ik maandagavond weer koken? Oh was ja. Nou. Met de sushi koken. Zo'n rijst is gewoon echt. En net gebakken. Ja, het is echt van die perfecte rijst. Oké, ik heb een vraag. Oh. Als je nu naar een land op vakantie mag gaan, ja. Elk land in de wereld, waar ga je heen? Wat een leuke vraag. Bedankt. Zelf bedacht, niet uit de livestream. Oh, ja. Ik zou het wel weten. Ja? Ja, Korea. Ja, maar ik zou denk ik eerst even lekker naar Bangkok willen. Ja? Ja, volgens mij is het veel warmer. Ja, ik... Lekker warm. En dan ik weet niet, zwemmen. Ik weet niet of ik daar wat mee heb. Oh, jij vindt Bangkok ja? geweldig. Ja, ik weet, ik kan me daar even... 7-Eleven en alles. Ja, en maar al die straattentjes met dat... Ik kan me even niks voorstellen bij Bangkok. Ik ook niet. Is Bangkok een land of een stad? Bangkok is de hoofdstad van Thailand. Sorry, ik wist het ook niet hoor. Oh, maar wel heel leuk, ja. Ja. Of ik wil gewoon naar Bali. Ben ik wel geweest. Ja, ik weet niet. Ik wil ook wel naar Bali. Maar aan de andere kant ga ik dan ook weer zo van... Oké, ik ben vandaag in Bali. Ja, maar het is gewoon echt heel chill daar. Het is gewoon echt heel leuk. Ik zou ook wel echt een lekker weekje Miami willen of zo. Ja. Dat lijkt me ook echt. Dat trekt mij totaal niet. Amerika trekt mij niet, maar Miami dan echt wel. Oh, maar Miami lijkt maar het lijkt me gewoon echt leuk om gewoon fucking lekker te varen en dik te doen. Heel leuk. Zou jullie naar Coachella willen? Ja. Ja, de... Ja? Waarschijnlijk is het ziek overhyped, maar gewoon mijn inner child, maar, 40 year old girl. Nu schijnt het echt weer helemaal een hype te worden. Ja? Ja. Ja. Dit jaar waren mensen echt lyrisch. Maar weekend 2, hè? Weekend 2 is het weekend. Mm. Altijd? Want weekend 1 is influencer weekend. Mm. En weekend 2, normal people. Ik wist het niet. En sowieso, ik hoorde dus ook dat als je naar Coachella gaat, zeg maar, elke stage heeft een VIP. Echt? Mm-hmm. Dus al die influencers staan de hele dag in de VIP, ja. Die staan niet met de menigte. Ja. Maar het lijkt me gewoon een keer leuk gewoon voor mijn bucketlist te maken. Ja, Coachella is wel festival der festivals. Mm-hmm. Ja. Nou, dat had ik met Thunderdome. Nou, gezellig. Ja, toen ben ik naar Thunderdome gegaan. Geweldig. Nee, maar welke, ja. Ja, ik wil naar heel veel landen. Ik wil ook naar Hawaii. Ik wil ook lijkt me ook top. Ja, waar wil ik niet heen? Ja, ik wil heel graag naar Letland of zo. Ja, Lapland. Nee, Letland. Wat is het verschil? Lapland is toch Groenland? Lapland is toch met die huskies en zo? Ja, maar dat is toch Groenland? Ja, ik weet niet. Is Lapland kijk, dan... jongens, nu worden wij weer echt gehaald, maar ik kan geen topo. Ik heb nooit gezien. Wat is Lapland? Waar ligt ik dat? Kwam er gisteren, wij gingen zeehonden kijken met familieweekend. Ja, hoe was het? Ja, fucking leuk. Maar ik zie opeens een soort van nieuw land daar, dus ik denk, wat is dat? Is het dus gewoon Texel? Mam had nog nooit Texel gezien. Nee. Hij is nog nooit op de... Ik dacht dat je daar met de... Hij is nog nooit daar geweest, op een eilanden. Ik dacht ook echt dat je moest vliegen. Ja. Hij dacht, daar zat hij met het vliegtuig naar... Ja, ik dacht, gaat er dan per eiland een boot? Hoe heet die eilanden? Schiereilanden. Ja. Oh. Ja. Hij dacht dat ze met het vliegtuig naar de Waddeneilanden moest. Ja. Ja, maar dit is dus... Vanaf Schiphol, dit hè? Is... Dit is weer typical. Ik ben Max en ik woon in Amsterdam. Ja. Oh. Waar waren jullie naar familieweekend? In Schagen. Ja. Dat is ook zo'n doodgat. Nou, was wel leuk. No offense naar de Schagenaren. Nee, ja, was wel leuk. Alleen het was... Twee jaar geleden hadden we ook een familieweekend. En dat was echt in Zwolle. Ja. In een soort van compound. Echt afgelegen. En nu zaten we meer in een stadhotel. Ja. Maar wel nog wel een leuk hotel op zich. Het was echt een superleuk hotel. Ja. Maar het was wat meer in de stad. Dus we gingen ook veel naar tentjes. Mm. Maar dus ook de verrassingsactiviteit was de zeehondenspotten. Ja. Maar dat was op zich wel leuk. Ja. Alleen het was zo koud. Oh. En op een gegeven moment dachten we echt... We hebben de zeehonden nu wel gezien. Ja. Maar er was gewoon een man ook aan boord en die bleef maar foto's maken en wij dachten echt van help, ik wil naar huis. Ja, maar het, zeg maar daarna, dat toen we weggingen varen, toen duurde het volgens mij nog een uur. Ja. Nee. Voordat we er waren. Ja, ik dacht, die boot ging zo langzaam. Ja, het was geen speedboot. Ik zag een soort van vuurtoren en een half uur zag ik die vuurtoren nog steeds in de verte. Ja. Dacht ik, en ook gewoon niks leuks te zien daar. Nee. Nee, het stonk alleen maar. Het stonk ik ben een keer naar, hoe heet dat nou, dat Appelhof? Ja. Daar ben ik een keer geweest, toen ik 15 was. Dat is zo'n zuipplek. In Texel toch? Ja, is dat in Texel is dat denk ik. Oh, sterkte. Ja, dat was echt heel erg. Ik heb dat gedaan in Venesse. Ja, dan slaap je in een tent en dan ga je gewoon... Oh, maar dat lijkt me wel leuk. Maar Appelhof klinkt gewoon soort van als de dood. Gewoon, ik ga naar Appelhof. Ja. Nou, een jongerencamping is echt niet leuk. Als er mensen zijn die denken dat ze naar een jongerencamping willen gaan, doe het niet. Nee. Nee, trekt mij ook totaal niet. Dat was leuk omdat ik 14, 15 was. En je op je 14 naar Appelhof? Ja, denk het wel. Bro, ik was zeg maar op mijn 15, 16 ging naar buitenland, een beetje naar Albufeira en zo. Je gaat toch niet op je 15e naar Albu? Nee? Nee, dat is echt 17, 18 volgens mij. Ja, ik ben naar Gerso, Albu, Mallorca, ik heb het allemaal uitgespeeld. Heb je ook Lorette gedaan? Nee, Lorette niet.
Dat moeten we eigenlijk nog wel doen. Ja, heb ik eigenlijk gewoon nog een keer heen voor de grap. Nou, zo over. Als ik door Gogo benaderd zou worden, had ik het denk ik wel gedaan. Ja? Nee. Ja, ik ben ook zeker... alleen maar 17 jaar, hè? Ja. 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 Toen ik daar was, Lorette, het was soort, alsof het soort van een standbeeld was daar. Iedereen kwam op een seconde naar me toe. Ja, dat wel. Dat is wel heftig. Ja, ja. Ja, en het trekt me ook gewoon. Ik ga dan liever lekker aan de Amalfi-kust. Kan je ook zuipen. Mm-hmm. Zo, meneer heeft iets ontdekt. Amalfi-kust. Hij heeft 3 keer genoemd vandaag. Ja, ik wil naar de Amalfi-kust. Ja, ik wil echt naar de Amalfi-kust. Maar ik ben ook niet zo'n reuring persoon. Nou, lijkt me geweldig. Ja, ik vond Italië vorig jaar echt geweldig. Dat zag er ook echt prachtig uit. Ja. Ik ben vorig jaar voor het eerst naar Italië geweest. Het gesmak van het. Jezus. Nee, grapje. Smaakt maar lekker. Het OV. Even over het OV. Nou, ik moest dus vandaag weer 1,5 uur in de trein. Oh. Nou, dat vind ik best wel... Nou, vond ik zwaar. Ja, maar ik snapte echt niet hoe je dat eerst altijd deed. Ik deed elke dag op Ik snap dat ook echt niet. 3 uur per dag zat ik in het OV, minimaal. Ja, dat is toch niet En nu, ik weet het niet. 10 minuten is me al veel te lang. Als ik dan 1 keer naar Thomas ging, alsof ik een nachtvlucht naar Beijing had. Ik wist niet wat me overkwam. Ja, ik vind het OV zo walgelijk. Ik ben ook blij dat ik dat nooit in mijn leven gebruik. Ja. Maar je was even naar Wiegen. Ja, voor moederdag. Was kut. Ja. Gebruiken jullie vaak de bus of zo? Vroeger wel. Maar jij gaat ook nooit met de metro. Jij bent echt nooit in het OV. Nee. Gadverdamme, ik heb hem wel goed voor me. Ik heb of een auto of een scooter of ik ga lopen. Ik ga gewoon echt niet met OV. Ik vind het zo kut. Maar met Koningsdag als je uitgaat of zo, pak je dan niet de tram? Nee. Nou, Uber meer. Lopen of Uber. Of Felix. Ja, hoe ben jij thuisgekomen naar Verbond? Onze Uber, we werden gewoon keer op keer gecanceld. We waren met een busje. Oh. Dat zag er daar heel leuk uit. Ja, dat is fucking leuk. Want dat busje is dus van Anne en Nina. Die kan je met z'n 9 in. En dan gaan we gewoon altijd naar een feest. En dan altijd bopt wel iemand. Oh, dat is top. En dan gaan we gewoon... dan heb je altijd vervoer. Zo chill. Echt gezellig. Daarna. Ja. Kijk hoor. Dan samen een keer een workout routine op YouTube video. Oh ja. Op YouTube maken. Kan wel. Sowieso, maar ik doe ook heel veel lesjes. Dus kan je het niet echt... Ik dacht echt dat je zei lesjes. Ik dacht, schat, dat heeft er niks mee te maken. In die lesjes. Nee, ik doe altijd gewoon sportlesjes. Dus dan, kom. Hij doet pilates, hè, deze man? Dat hoorde ik net. Waar doe je dat dan? Die beest. Waar is dat? Centuurbaan. Oh, echt? Maar pilates is wel echt heel heftig. Mm-hmm. Wat ik tegen jou zei al, je kan niet even rust nemen en verder gaan. Je mist gewoon de les, dus je moet echt... En ik krijg daar zo'n paniek van. Moet je de hele tijd zo stretchen? Ik snap het niet. Kijk, je hebt zo'n... Je ligt op een soort van plank die niet op en neer gaat. Nee, je hebt 3 delen in die plank en je bent gewoon de hele tijd met een deel. Er zit gewicht in dat ding. Dus het is zo, je doet eigenlijk met je lichaamsgewicht en tegengewicht. Ja. Dus dan, het is maar echt zwaar. Trillende benen. Ja. Terwijl als je het ziet... Ja, ik zag het altijd. Zo makkelijk. Gaat zo sloom en nou echt trillende benen. Maar ik wil echt nog een keer body of booty club met z'n 3 doen. Ja, maar dan niet meer apps. Ik heb dat vanmiddag gedaan, was leuk. Leuk? Ja. Maar ik vond het verschrikkelijk. Nou, het was niet verschrikkelijk, maar ik vond het wel maar heel heftig. Maar wat vond je er zo verschrikkelijk aan? Nou, ik hield het gewoon niet bij. Ja, maar dat is gewoon gewend. En dat klopt wel echt. Ik had gewoon een beetje het gevoel alsof een soort van de 28 plus havermelk elite was voor een land. Ja. Iedereen was oud. Ja, dat was wel zo. En ik voelde me echt heel jong daar, voor mijn gevoel. Ik denk mensen... Maar niet fit. Ik voelde me jong, maar niet fit. Want die vrouwen die gingen echt als een speer. Ja, maar die mensen die lesjes geven, is insane. Het zijn echt beesten. Ja, het zijn echt beesten. Ja. Hoe lang zijn jullie nu samen? Een relatie? We zijn... In juli kennen we elkaar 2 jaar. Oh ja. Ja. Dat vind ik echt lang. Dat is zo cute. Maar we zijn in september... Wel meer dan 1 jaar al. Ja. Oh. September 2 jaar, denk ik. Ja. Wij kregen heel snel. Ja. Ja, nou, als het goed is het goed, toch? Ja. 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 Ja, nou leuk. Weet je wat er aan te maken? Nee. Zo, die sushi, die knallen we er echt lekker doorheen. Oh, heerlijk. Ik ga ook zo stuk dat jouw familie jouw zoon Amsterdammer vindt. Ja, maar waar komt jouw familie allemaal vandaan dan? Mijn moeder komt uit Limburg. Ja. En ze komen allemaal uit Limburg. En toen zijn ze allemaal naar Nijmegen gegaan. Ja. Dus mijn hele familie komt allemaal uit Nijmegen. En dan heb ik 1 oom en tante. En die komen uit, zo'n gat bij Utrecht. Nieuwegein. Oh ja. Maar dat had ik dus ook met Thomas over. Ik ging echt alleen naar Nijmegen. Of Nieuwegein. Ja. Ik heb gewoon... Ik zweer het, ik ben nog nooit in Utrecht geweest. Nee. Ik ben nog nooit in Groningen geweest. Den Haag? 1 keer met school. Een middagje. Ik ben wel een weekend in Rotterdam geweest. Ik vind het echt heel erg. Ja, ik snap dat maar ook niet. Maar ik moest nooit voor de stad uit. Ja, alles dat is het. Alleen zeg maar de Efteling. Ja, nou, daar ben ik ook in, hoe heet dat? Kaatsheuvel. Ja. En Walibi. Bij Biddinghuizen.
Ja, ik vind dat gewoon echt heel raar dat hij gewoon geen kennis heeft van dit land. Nee. Ik moet de stad in. Jij weet gewoon niet hoe Utrecht eruit ziet. Nee, geen idee. Ja, ik weet van de Domtoren, maar daar houdt het ook weer bij. Maar... Wat is de hoofdstad van de provincie Utrecht? Ja, Utrecht. Oh, dat weet je dan weer. Ja. Oké. Nou, dat weet hij dan. Maar van de wereld weet ik weet echt wel waar landen liggen. Maar in Nederland, ja... Nou, ik ben echt een Amsterdammer. Super. Vraag mij niet waar Sex Bierum ligt of zo. Hoe heet het rare door? Met al die rare namen. Is een door dat heet Sex Bierum. Zoek het maar op. Die heet een station in Noorwegen Slettenbak. Maar voor de rest... Ja, maar dat is toch niet in hun taal ook Slettenbak? Ja, wel in onze taal. Echt? Oh, wat grappig. Ja, Slettenbakken of zo. Of Sletten is een soort... Dat is een woord... Volgens mij een Noors woord. Voor deze. Zo lekker deze sushi. Ja. Ja, het is niet normaal. Trouwens, weet je wat erbij zat? Nou. Oh, dit was heel leuk. Het was heel random, maar heel erg leuk. Mr. Sushi kaarten. Nee. Nou, ik weet niet wat ik hier zie. En die bieropeners. Ja. Wat cute. Allemaal merch van Mr. Sushi en een bier ook. We hebben benieuwd wat er op die kaart staat. Maar met jou, zeg maar, ben jij al een beetje bezig met je secret project vertellen aan? Nee. Okay. Nee, ik ben ja, het is echt secret. Maar wat kan je ons vertellen? Ja, ik wil er nog niet veel over krijgen. Snap. Wanneer ga je live? Dat ligt. Maar dat is echt met een merk opzetten. Ja. We hebben echt al, ik zweer het je, 6 live datums gehad. Ja. En elke keer, oh nee, oké. Okay. Zeg maar, ik wilde eerst in mei live gaan, maar nu zijn er weer allemaal vertragingen in dit en weer dat. En ja. Dus, it's coming. Coming, wel spannend hoor. Ik vind het, en daar hadden wij het ook laatst over, wat ik het allerleukste vind. Want je merkt nu dat er heel veel merken uit de grond worden gestampt. Maar niemand concurreert met elkaar. Nee. Iedereen is echt heel origineel. Ja, maar ik denk ook, dat denk ik, dat het ook meer zo lijkt omdat je er zelf ook mee bezig bent. Dus dan ga je het ook meer zien. Ja, dat klopt. Ja. Het is altijd al geweest natuurlijk. Ja. Nee, je hebt inderdaad niet echt dat je denkt van, oh mijn god, hier gaat echt zieke beef komen. Want, Nee. Ik zou ook niet weten wat ik zou denken als iemand opeens een serviesmerk zou ik denken, oh leuk. Nou, ik zou wel boos worden. Ja, maar het ligt ook aan wat voor doelgroep, wat voor stijl. Als het voor... een beetje dezelfde vibe is, dan zou ik echt wel boos worden. Ja. Ja, maar ja, wat ga je doen? Iedereen heeft het recht om dat te doen natuurlijk. Dat is klopt. Maar het gaat om het... Stel, iemand komt nu met een noedelboek uit, sorry, dan word ik echt heel boos. Ja. Ja, maar de... Ja, dus iedereen belt altijd recht. Ja, true. Kijk, het ligt ook aan hoe close je met diegene bent. Kijk, als je diegene niet eens kent, of je kent, Nee. Ik kwam dus op een soort van Instagram-account die iemand in mij volgt. En die heeft van mij 9 foto's gewoon exact gekopieerd. Hoe ik zo dan lig op bed. Nee, precies... we hebben geen thumbnail gemaakt. Jawel. Nee. Niet? Oh, we zijn gelijk gaan wassen. Hebben jullie al Baby Reindeer gekeken? Nee. Mijn moeder vond het niet goed. Nou, ik heb allemaal goede verhalen gehoord. Toen ging Isabel kijken bij mij. Toen ging ik af en toe meekijken. Toen dacht ik echt, ik vind het echt heel vaag en gaar. Ja, het was een ziek verhaal. Die echte vrouw is nu ook helemaal viral aan het gaan. Ja, dat zag ik op Instagram. Als ze leeft nog. Ja. Ja, dat zei van, oh nee, maar ik ben geen stalker. Ik weet niet waar die woont. Heel raar. We hadden laatst zo'n enge film gezien, weet je nog, met die twee meiden die werden ontvoerd in hun eigen huis en die man deed alsof ze poppen waren. Oh my god. Hoe heet het? Ja, hebben we dat gestuurd naar mij? Zo eng. Dat kan wel. Naar mij? Maar het was ook gewoon echt een vieze man. Maar ik snapte het gewoon ook echt niet, want op een gegeven moment kwam... Er was één meisje en die was een soort van vrijgekomen. Ja. Dus de film ging met haar mee en dan op een gegeven moment, ja, sorry spoiler alert, maar dan is het zeg maar dat ze wakker wordt gemaakt, dat ze nog in dat huis zit, maar ze is zo ontdaan, dat ze gewoon de hele eigen realiteit heeft. Nee. En toen ook bijvoorbeeld waren ze net ontsnapt en toen waren er agenten van, oh my god, jullie zijn al 14 jaar vermist. En toen kwamen dus die mannen en die hebben al die agenten doodgeschoten en toen werden ze gewoon weer rats dat huis in. Nah. Het was zo'n kutfilm. Ik heb ook echt kippenvel. Oh, maar ik wil dit niet zien. Nee, ik vond het ook echt... Ik ga hier wel echt heel goed op. Ja, hij vindt horror leuk. Ja, dat vind jij, ja. Ja, ik ga daar heel goed op. Nee, dan ben ik ook... Maar hoe gaat het met jullie soft challenge? 75 soft challenge. Met mij gaat die... We hebben afgelopen week moeten we na verbond. Nee, maar gewoon hoe gaat het met jullie healthy journey? Jullie zijn dat gaat wel echt heel goed. Alleen nou, ik heb de hele week na verbond niet gesport. Ja, maar ik ben vandaag weer gegaan. Nee, maar dat kan ook gebeuren. Ja, dat is part of life. Ja. Zeg maar ik bedoel. Het enige wat in mijn 75 soft echt waar ik mee struggle is het lezen. Want dat is ook een van mijn doelen. Ja. En dat vind ik gewoon heel lastig. Ik lees elke dag. Ja? Ja, uit de Kobo. Hij is een Kobo partner. Wat is dat? Een luisterboek. Leesboek, e-reader. Oh ja, leuk. Nee, maar het sporten vind ik gewoon dat het goed gaat.
Ja. En alcohol. Gaat ook echt heel goed. Er was natuurlijk wel een klein gedeelte van mij die eigenlijk gewoon weer een cava-fles wilde halen voor vanavond. Maar ik probeer gewoon echt niet meer door de week te drinken. Nee. En dat heb ik ook echt heel... Ik heb nu sinds... Nou, ik heb natuurlijk dat familieweekend gehad. Ja, oké. Okay, maar je moet ook gewoon leuke dingen hebben om naar uit te kunnen kijken. Ja. Nee, eigenlijk Verbond en Koningsdag en dan het familieweekend heb ik gedronken. Nou, dat is toch voor top. De rest drink ik ook echt niet meer. Nee. Maar mijn tolerantie is ook wel echt helemaal verpest. Ja. Wie wilt het laatste stukje? Ik hoef niet. Oké, ik pak hem. Thomas. Sorry. Daar was hij op aan het wachten. Dat was niet normaal lekker. We hebben het echt nog gekanteld. En we hebben hem helemaal opgekregen. Ja, dat is toch normaal. Ja, iedereen vraagt hoe die film heet. Oh. Thomas. Oh, hoe die film heet. Wat is dit? Oh nee. Het is dit niet. Nee, dit was het niet. Wie? Max, wat is je favoriete recept uit Thomas' kookboek? Ik denk die summer rolls. Oeh, die moet ik nog maken. Ja? Ja. Met die carbonara erin. Ja. Ja. Ik vind alle noedelgerechten wel echt heel lekker. Maar die zijn echt niet normaal. Oh, maar weet je wat ik lekker vond? Kimchi udon. Ja, die. Maar ik vond die zalm echt heel lekker. Oh, de luxe zalmbol. Ja. Ja, lekker hè? Ja, ik vond het echt heel lekker. En lekker fris ook. Ik heb het daarna nog een keer gemaakt, maar dan met een eigen twist. Oh, period. Mensen die heel veel horrorfilms kijken, zijn minder geneigd om een hartaanval te krijgen. Omdat je zo erg met je adrenaline aan de pomp bent. Zou je alleen horror kijken? Als mijn moeder thuis is wel, maar als ik alleen ben, niet. Incident in a Ghostland. Ja. Oh my god, wacht. Incident in a Ghostland is de horrorfilm. Oh, dit was zo eng. Gadverdamme. Hey, maar je ziet er echt goed uit, vind ik. Je bent helemaal glowing. En ja, helemaal... het is ook een beetje de hitte. Maar dat is ook wel het leukste als kleding wat wijder gaat. Ja. Want uiteindelijk het gewicht wat op de weegschaal staat, boeit mij niet. Nee, maar het zegt ook niks, hè? Ik had daar in de vorige met Coco over. Ja, die wil ik over. Nog kijken. Ik zag dat op TikTok. Als jij je spieren kweekt, dan ga je toch weer aan ja, precies. En ik moet zeggen, vorige week waren we er een beetje uit. Ja, maar ik mag vind ook, het nu dat wel, mag ook, je, hè? Als we nu zijn mee het sporten wordt echt steeds leuker. Ja. Klopt. Ik kijk elke dag uit om te gaan sporten. Ja, dan moet ik ook zeggen dat het heel chill is dat ik voor mezelf werk. Ja. Dat ik mijn eigen tijden heb. Ja. Want toen ik bij Haps werkte... Dan is het moeilijk. Ja, het is te doen. Ik deed het ook, maar het is wel moeilijker. Ja. Ja, je gaat echt je lol... Als jij iets vindt wat je leuk vindt, dat is het allerbelangrijkste. Het maakt eigenlijk niet eens uit wat voor sport je doet. Als jij gewoon iets vindt wat jij leuk vindt... En er is altijd iets wat je leuk vindt. Ja, er is zoveel altijd. Sport. Kijk, ik heb me helemaal mijn ding gevonden in die lesjes. Ik vind het zo... Geweldig, ik kan er gewoon elke dag naar uitkijken. Ja. Ik ga morgenochtend om 8 uur sporten. Waar? Gewoon bij de tram hoor. Oh. Vind ik heerlijk. 8 uur. Ja. Hij draait altijd een beetje door. Ik vind nee, ik draai helemaal niet door. Maar ik vind het gewoon heel fijn om 7:45 de deur uit te gaan. Gewoon daarvoor een broodje opgehad te hebben. Dan ben ik hier terug om 9:30. En heb ik eigenlijk al mijn calorieën doel bijna gehaald. Ja. Dat is wel chill. Dat is fucking chill. Ja, soms zit je ook wel een beetje tegenop te hikken als je het echt een beetje laat op de dag gaat. Ja, ik wil ook het liefst in de ochtend wel chill. Want dan heb je het gewoon gehad. Ja. Dan kun je in de avond gewoon chillen. En heb je gewoon lekker... En omdat heel de wereld zit op kantoor. Ja. Dus jij weet onze sportschool dat stopt. Je bent gewoon alleen. Die sportschool is echt. En het wordt nu een red label, hè? Echt? Ja. Maar kunnen we dan nog wel? Ik wel. Ja, mijn club. Volgens mij wel. Ze mag met Coco had een heel verhaal erover. Ja, Coco die wist ervan. Oh. Ja. Mijn favoriete skincare merk is denk ik Garnier. Of Dr. Char. Ja, sorry. Maar ook Vichy. Die crème van Vichy, die aqua crème is heel goed. Ja, bij mij echt Korean skincare. Gewoon echt, ik vind het is niet normaal. Klopt. Het heeft ook maar altijd bevat het maar een paar ingrediënten. Ja, en daardoor is het zo goed. Ik heb echt helemaal een glowy huid gewoon. Dat is insane. Als je zou verhuizen naar het buitenland, welk land zou je dan kiezen? Oeh. Maar echt verhuizen. Ik denk Spanje. Oh, dat vind ik echt weet een je waarom? Lastige... Altijd lekker weer. En ja, ik wil echt gewoon nog wel dicht bij huis zijn. Ja. Ik wil niet dat ik dan nog 10 uur moet vliegen. Ja, of Curaçao. Dat is 10 uur vliegen. Ja. Nee, maar dat is ook een soort Nederland. Ja. En heel veel Nederlanders zijn er altijd. Maar ik zou daar niet willen wonen, denk ik. Ja, nee, ik wil ook niet naar een ander land verhuizen. Ik zou het wel leuk om ergens een tijdje te wonen. Ja, gewoon een jaartje. Maar ik zou niet meer heel mijn behouden achterlaten. Nee, ik zou geen vertrek doen, maar... Nee. Ik wil eigenlijk wel in Japan wonen. Of zo. Oh, nou. Ik wil daar heel graag heen. Azië betrekt me niet zo. Ja, mij wel. Doe mij maar lekker een weekendje Dubai of zo. Nee, dat trekt mij dus echt niet. Nee, mij ook niet. Heerlijk. Dat trekt mij echt niet. Nee, maar hij is gewoon zo'n luxe poes. Ja. Ja, en die wilde de hele week strand liggen. Ja. Ja, wij waren daar in oktober, was het gewoon 40 graden. Ja, blijer krijg je mij niet. We waren in november, of eind oktober terug. Wanneer? Met wie was jij daar? Met mijn moeder. Oh. En dan iedereen is zeg maar zijn zomerkleurtje aan het kwijtraken. En wij kwamen gewoon in oktober helemaal bruin. Ja, ik moet trouwens echt
echt weer even onder de zonnebank, want... Oh, ik ga niet meer onder de zonnebank. Ja, ik wel. Heel af. Ik ben nog nooit onder de zonnebank geweest. Ik durf dat dus. Ja, maar jij hebt... Kijk hoeveel tellen hij heeft. Ja, nu, jij bent helemaal... Hij heeft 1 middag in de zon gezeten. Ja. Maar het lijkt me wel leuk om een keer te proberen, maar ik vind het gewoon heel eng. Oké, Final Destination? Nee. Oh, dat zal ik niet zeggen. Oh. Nou, trouwens, ik ga het wel zeggen. Oh. Dat is zeg maar dat die zonnebank niet meer open gaat en het wordt steeds heter en dan verbrandt zij daar. Nee! Ja, dus dat weet je niet. Nee, en dat had ik echt op mijn 6e gezien. Nee, maar je kan hem gewoon altijd openen. Dat kan niet. Dat ding kan niet. Nee, maar er was een tang gevallen, zeg maar. Er was iets gevallen waardoor... Nee, je kan hem altijd openklappen. En je hebt een alarmbel. Dat denk ik. Nee, ja, oké. Jij bent er nooit geweest. Lekker angstzaaien. Ja, anders dan is er altijd iemand aanwezig. Je kan gewoon gillen. Gewoon gillen. Dat ding zit altijd open. Vooral doet de bulldog smaak. Oeh. Bij mij echt carbonara. Ja, nou, Ja, sorry dat ik even praat. Die habanero. Like. Ja? Ja, top. Nee. En die mix ik dan met kaas. Ja, ik heb dat... Nee, maar met de kaassmaak. Oh, met kaaspoeder. Ja, en dan doe ik gewoon, want wij maken altijd met z'n 2 noedels. Ja. Dus hij doet die mixen met de gele. Ik doe altijd iets met habanera. Ja, ja. Dus of carbonara. Ja. Oké, dat lekker. Snap ik hem. Ik vind de curry het lekkerst. Ja, jij vindt die curry lekker, hè? Zo lekker. Gewoon het hele zakje, hoor. Ja? Ja. Zo. Maar ik heb laatst tijd ook dat ik... Ik had laatst echt noedels gemaakt en dacht, nou, hoeft niet meer. Ik had het de laatste keer ook. Ik zat het eten toch echt van... Ik moet het even heel lang niet eten. Het is echt een overkill geweest. Ja, sowieso wij. We hebben echt alleen maar noedels lopen vereten. Ja. Oh, ik kan even ook geen noedels meer aan. Nee. Maar het is niet... Ik kan het wel aan, maar ik heb er gewoon even geen zin in. Nee, maar het is niet de craving die ik eerst altijd had. Weet je, die craving... Oh, als ik dan brak was. Nou. Of ik kwam thuis na het zo. Uitgaan. Zo, thuis na het glas. We hebben lekker gegeten. Heerlijk. Nou, we hebben gesnaaid. We hebben geschranst. Het is echt lekker. Ik heb echt precies. Het was echt heel gezellig weer. Het vloog weer voorbij, eerlijk. Ja, letterlijk. Hoe lang zijn we ook al live? 42 wat? Ja. Oh, ik dacht even dat we een kwartier van deze waren. Ik dacht, oh. Nee. Ja, dat gaat zo snel altijd. Oh, dit gaat wel heel snel. Ja. Is het 8 uur? Maar het is ook veel lichter op even dan toen we begonnen. Dat is misschien ook een beetje de trip. Nou, dat was heel gezellig. Het was super gezellig. Abonneer op Sarah Verwoerd. Abonneer op Sarah Verwoerd. Abonneer, like follow. En comment. En volg op ons op Instagram. Ja. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei. 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 Yes, I'll be on my way now. You just give me a...